In de 19e eeuw woonde in het Oost-Vlaamse Zulte een levenslustig volk, hoewel de armoede er groot was. Met de komst van de familie Martens is die levenslust gebleven, maar de armoede verdwenen. De Martens mogen als de grondleggers worden beschouwd van de industrialisering in Zulte en zo zorgden zij voor welvaart. In 1800 kwamen de overgrootouders van Gaston Martens zich in Zulte vestigen als landbouwers. Zij kwamen uit Lotenhulle, waar nu nog tegen de kerkmuur de grafsteen te zien is van Livinus Martens. Aanvankelijk pachtte overgrootvader Jacobus Franciscus Martens het goed te Laken, links van het kasteel, eigendom van baron Charles Limnander. Uit een volkstelling van 1818 blijkt dat Jacobus Franciscus op dat ogenblik 10 knechten en 1 meid in dienst had. Hij was dan ook de belangrijkste landbouwer van Zulte. Rond 1820 ging Jacobus zich in de Kapelhoek vestigen. Vanaf 1840 was er op de hoeve een stokerij. Jacobus Franciscus Martens was burgemeester van Zulte van 1814 tot 1821. Zijn gezin telde 7 kinderen. Zoon Livinus, grootvader van Gaston, nam de hoeve over van zijn vader. Zijn 4 zonen ontpopten zich vanaf 1880 als mensen met durf en ondernemingsgeest. De zaken gingen zo goed dat ze zowat 10 jaar later elk een eigen stokerij begonnen. Gaston zei daarover later lachend: "Conscience heeft de Vlamingen leren lezen en de Martens hebben ze leren drinken." Ernest Martens, vader van Gaston, richtte naast zijn woning op het dorp, behalve een stokerij, ook een brouwerij op. Later kwamen er nog een azijnleggerij, gistfabriek en wolwasserij bij. Ernest Martens had 8 kinderen. Gaston werd geboren op 24 april 1883. Tijdens zijn jeugd liet niets vermoeden dat hij later schrijftalent zou hebben. Wel was er een neef van zijn vader, kanunnik Jan Basiel Martens, die zich einde 19e eeuw had verdienstelijk gemaakt als schrijver van Nederlandstalige wetenschappelijke boeken en reisverhalen. Langs het bouwdreefke trok Gaston dagelijks naar de kleuterschool bij de nonnetjes en vervolgens tot zijn 10e naar de gemeenteschool. Daarna ging hij naar Deinze en studeerde vervolgens aan de colleges van Tielt, Kortrijk en Malon. Wanneer hij 18 jaar was, zagen zijn ouders in dat verder studeren geen zin had, want het resultaat was niet schitterend. Ze lieten hem dan maar in de brouwerij werken. Gaston waste tonnen, brouwde bier, hield de boeken bij en ging te paard van herberg tot herberg met bier en jenever. Bij die vele bezoeken aan volkse cafés uit de omgeving leerde hij de mensen kennen in hun dagelijkse doen. Met hun deugden en gebreken en met hun sappige taal. Dit zou zijn eerste leerschool zijn voor zijn later literair werk. Gaston begon ook aan sport te doen. Hij bokste, speelde voetbal, reed te paard, koerste, deed aan hardlopen en was een krak in kogelstoten. Zijn specialiteit was evenwel het verspringen.
Hierin werd hij 4 maal kampioen van België. Zijn record bleef 10 jaar overeind. Neef Willem Putman getuigde het volgende. Hoezeer alle toneelprijzen en landjuwelen hem nu ook met eretekens overladen, ik denk niet dat de dramatische kunst hem ooit zoveel medailles zal opbrengen zoals dit het geval was met de vroeger door hem beoefende sporten zoals het verspringen. Gaston huwde in 1910 met de 5 jaar oudere Elisa Segers uit Sinaai, dochter van een welgesteld dorpsdokter. Het ouderlijke huis in Sinaai staat er nog. Elisa overleed er in 1951. Intussen had Gaston de brouwerij van zijn vader overgenomen en kort na hun huwelijk lieten ze Villa Vogelenzang bouwen. Het gezin Martens kreeg tussen 1911 en 1921 6 kinderen. Ernest, Albert, Leentje, Godelieve, Adi en Magda. Albert overleed op 5-jarige leeftijd ten gevolge van een blinde darmontsteking. Een tragedie die Gaston zijn hele leven is bijgebleven. In enkele toneelstukken kwam hij daarop terug onder het thema van een stervend kind, zoals Marietje in Paradijsvogels. Gaston in 1911 in Gent voor het eerst beroepstheater meemaakte, De lustige boer van Leo Fal, een operette over hoe de rijken naar de armen kijken, zei hij, dat kan ik ook. Maar hij kon het niet. Hij had geen taal en zijn eerste producten waren onbeholpen. Een van de eerste werkjes was de amateuristische eenakter Farse Koning, dat hij speciaal voor zijn toneelgroep Leienkerels had geschreven. Daarna schreef hij de novelle De Held der Franse Ronde, door Arie van den Heuvel tot operette bewerkt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de brouwerij zo goed als stil en had hij tijd om aan toneel te wijden. Op aanraden begon hij de techniek van de grote dramaturgen te bestuderen. Op zijn leestafel kwamen de werken van Heijermans, Hauptmann, Shaw, Shakespeare, Strindberg, Molière en Ibsen. Na weken te hebben gelezen, zette hij zich aan het werk en wat hij dan schreef was een afkooksel van zijn grote voorbeelden. Maar zo leerde hij de stijl. Zo schreef hij onder andere in 1915 het toneelspel The Golden River, waarvoor hij zich liet inspireren door een schilderij, een leienzicht van zijn vriend Modest Huis. Het ging in première in de Gentse Koninklijke Nederlandse Schouwburg. De kritiek was onverbiddelijk. De eerste Martensperiode, een aantal probeersels zal ik maar zeggen, zonder echt eigen stijl. Een romantisch-idealistisch drama, een satire, een burgerlijk drama, een landelijk treurspel, een intrigecomedie, een saloncomedie, een verheven drama zelfs. En ook al een stukje volkstoneel, De Paus van Hagendonk. Een zulks toneelwerk dat zich situeert in het klooster en waarbij het feit aangeklaagd werd dat arme echtparen in hun oude dag nog van elkaar werden gescheiden. De ventjes bij de ventjes en de wijvekes bij de wijvekes. Met gebruik van een taal die varieert volgens het stuk, verheven
tot, ja, ik zou bijna zeggen laag bij de grond, tot volks, maar nog niet echt de Martenstaal. Het stuk berokkende Martens moeilijkheden met zijn eigen familie en de kerk. Het verwachte succes kwam er niet direct. Dit ontmoedigde hem, maar kunstschilder Modest Huys bracht hem in contact met Stijn Streuvels en Hugo Verriest en drong erop aan zijn Paus van Hagendonk te herwerken. Zonder Modest Huys was Martens er misschien mee gestopt. Martens herleefde en schreef in 1918 het toneelspel De Zot, een boerendrama in drie bedrijven dat in première ging in Deinze. En een jaar later verscheen de eenacter Leentje uit het Hemelrijk. Daarover vertelde Gaston: de gebeurtenis van Leentje uit het Hemelrijk heeft zich afgespeeld vlakbij mijn deur in Zulte. Daar woonden op een boerderij twee broers en een zuster, alle drie ongetrouwd. De oudste broer was schepen van de gemeente en de andere zorgde voor de boerderij. Op zekere dag zegt een kwezel van een zuster: wij weten niet voor wie wij werken en sparen. Eén van u twee moet trouwen. De jongste is getrouwd, maar heeft nooit kinderen gehad. In 1920 schreef hij het toneelstuk Derby, dat zich afspeelde in een herberg waar veel Engelse jockeys over de vloer kwamen. Die maakten er grote sier, dronken champagne en gingen wat te vriendelijk om met de herbergdochter. Gaston vond hiervoor inspiratie bij de stal de Ribaucourt, nabij het station van Zulte, het centrum van de paardensport rond 1900. Het stuk beleefde op 21 februari 1921 een geslaagde première in de Brusselse KVS en werd bekroond met de Staatsprijs voor toneelletterkunde. Het succes moedigde Martens aan en er volgden nog heel wat andere stukken. Rond 1921 begon Gaston Martens naast toneelschrijven aan nog iets anders. Beeldhouwen. Hij moet zowat 40 jaar geweest zijn toen hij op zekere dag een sneeuwman maakte voor zijn kinderen. Toen hij klaar was, dacht hij: ik kan beeldhouwen. Hij stuurde zijn bierknecht naar vriend beeldhouwer Antoon van Parijs om een emmer klei. Na het derde beeld had hij de techniek beet. Het was de kop van zijn dochtertje Adi en Stijn Streuvels zei hem toen dat hij nog nooit zo'n schoon kind had gezien. Later schiep hij nog menig kunstwerk, waarvan de kop van het personage Bolle Verbuik wel de meest bekende is. Daarvoor had de Zultse virtelfiguur Polly Verschelde model gestaan. Toen die rond het eindresultaat liep, zei hij: nom de Dieu, ik wist niet dat ik zo lelijk was. In 1921 schreef hij zijn bekende Prochievrijers. Maar het werd toen door velen beoordeeld als een vuil kind. Een supergrotesk stuk. Een uitspatting van levensdrang, zoals de criticus van toen, Robert Roelmans, schreef. Levensoptimisme, luimigheid.
Als ik dat hoorde, zei ik tegen mijn eigen, nu hebt ge wat uitgemeten. Ze zullen u in de ban slaan van de heilige kerken. Het duurde 8 dagen eer ik weer bij de mensen durfde gaan, ver van ermee te spreken. Ik zat dus in mijn eentje hazelnoten te eten met een pint bier, als ik opeens een raar zegsel hoorde. Ik sperde mijn oren wijd open en waarachtig, ze kraamden er vetter dingen uit dan mijn prochievrijers. Een opgeblazen ballonnetjes kopen in de kelder, en dat goed gehoord? Mijn die pardon. Ik ben duur van de politie. En dat is duur. De taal die Gaston Martens in zijn toneelstukken hanteerde, was dikwijls heel kleurrijk en streekgebonden. Vooral in prochievrijers. Gaston vond veel toneelteksten houterig. Hij legde zijn personages liever een grofheid dan een onnatuurlijkheid in de mond. Domme, zwijg toch, draai je mijn kant, hè? In de eerste plaats, het was herkenbaar. Dus wij speelden veel stukken dus die van Nederlandse schrijvers waren, of vertaald uit het Frans, heel vaak in die tijd, want ja, Vlaamse toneelauteurs waren er niet zoveel, of het was voor grote bezetting. Maar Gaston is de eerste geweest die dus echt terug stukken geschreven heeft die inhoudelijk draaglijk waren en die tot een grote massa sprak. Daarom niet platvloers, niet een duvel, nee, het was goed theater, het was goed geschreven. Er zat emotie in, er zat liefde in, er zat vriendschap in, er zat verraad in. Gaston was van ons. Dat is het. En als stukken van Gaston Martens ergens anders gespeeld werden, was het in Waregem altijd, we zeggen, gaan kijken en zo. En dan iedere keer de reactie als het terugkwam, het was goed, maar wij waren beter. Ja. Maar het is van ons, hè, Gaston. En mijn vader had de meeste van de rollen daarin gespeeld. Al de mensen die erin waren, ja, Albert de Smet, noem ze maar op. Ze hebben allemaal Albert kent. Dan een aantal vrouwen van Waregem die daar ook. Dat was dan ook heel in het begin dat vrouwen konden meespelen in het amateurtheater. Van in Waregem werd dat in een biechtstoel uitgeroepen en zo. De hoeren spelen in de ringkast. En inderdaad, en de serieuze vrouwen in Pogen, al die kerk daar. Hè. Dat was feitelijk het paradijsvogel op zijn best. Wij woonden in de Stationstraat, dus schuins tegenover Kunst en Eendracht. En de eerste vergaderingen van, we gaan een nieuw stuk spelen, hè, dat was nogal dik. We zeiden de eerste lezing bij ons thuis. Dus en Gaston kwam dan ook mee, als het een van zijn stukken was uiteraard. Ja. Gaston hield goede betrekkingen met alle kunstenaars uit de streek en velen van hen waren regelmatig te gast op Vogelenzang, zoals Stijn Streuvels, Albert Servaas, Albert Saverijs, Willem Putman, Hugo Veriest en Modest Huis. De meeste van die artiesten voorzag hij dan ook gratis van zijn Martensbier, want meestal vergaten ze te betalen. In het artiestenwereldje voelde Gaston zich meer thuis dan in zijn brouwerij. Door de drukte rond Villa Vogelenzang werd Zulte tussen 1920 en 1926 een begrip. Was Martens geen zakenman, toch schuwde hij de publiciteit niet. Als gulle gastheer genoot hij de vriendschap van persmensen, wat het succes van zijn stukken ten goede kwam. In die tijd draaide ook het Zultse ontspanningsleven rond Gaston Martens. Werd er iets ingericht, dan was hij de organisator, de motor of mecenas. Geen pastoorsinhuldiging, jubileum, kermis, stoet, sportwedstrijd of Gaston zat ertussen. Hij kon iedereen in het gareel jagen. In 1913 stichtte hij toneelbond De Leiekerels. Nadat hij enkele jaren daarvoor in Zulte zelf op de planken stond bij Kunst Veredeld. Deze groep speelde zijn eerste werkje, Farse Koning, in een fabrieksgebouw op een verhoog van biertonnen. Voor de Eerste Wereldoorlog nam Gaston deel aan de Zultse Virtelstoet en na de oorlog hielp hij de stoet er weer bovenop. Hij was een tijdje schatbewaarder van de plaatselijke geitenbond en in 1924 stichtte hij samen met zijn broer Michel de Harmonie Sint-Cecilia. Gaston Martens hield van de volksmens.
Hij zag de kleine man hard werken in de fabriek, labeuren in het vlas en vroeten op het land. Daarom ontstond bij hem de drang tot het brengen van ontspanning, niet alleen door het schrijven van toneel, maar ook via het verenigingsleven. Dat is het, volkstheater. Echt zijn. Niks gekunsteld, wat er in het theater veel gebeurt. Hè. Inhoudelijk komt hij daar dan bij wat ik daar noem de leienrealiteit. De mensen waar rond de leien. Hij observeert die in hun dagelijkse realiteit. Maar hij vervormt die, was ook typisch voor dat interbellum, karikaturiseert die burleske, groteske situaties. Aan politiek heeft hij evenwel nooit gedaan. Hij had overal vrienden en van alle gezindheden. Katholiek of vrijzinnig, socialist, liberaal of flamingant, rijk of arm. Met iedereen had hij omgang en zijn vriendschap was nooit geveinsd. Een weergave van zijn stukken, hè. Oolijk, vrolijk, sympathieke man, lach graag. Ja, Gaston. Voor het schrijven van Sint-Pietersnacht dacht hij vast en zeker aan Machelen Gulde. Het contrast tussen bedevaart en kermis is erin terug te vinden. Eerst doet men de omgang en daarna zoekt men amusement in de herbergen of in de danstent. Eind 1922 liet hij de uitbating van de brouwerij over aan zijn neef Robert Martens. Zo kon hij zijn tijd volledig aan het toneelschrijven wijden. In die jaren liet hij nog het Gouden Jubelfeest en de klucht De Grote Neuzen verschijnen. Die laatste stond al direct geprogrammeerd bij KNS Antwerpen. Intussen zorgden zijn broers Aurel, Michel en later ook Nestor dat er in Zulten nieuwe nijverheden kwamen. Zij stichten La Lenière de la Lys, La Nouvelle Tannerie Moderne, Usine Lenière de Flandre en andere bedrijven die ervoor zorgden dat er in Zulten werk was voor iedereen. Na vanop zijn Villa Vogelenzang niet minder dan 25 toneelstukken te hebben geschreven, verhuisde Gaston naar Gent. Van waar dat plotse vertrek? Martens verliet zijn geboortedorp in 1926. Daarmee liet hij zijn Zulte, zijn Villa Vogelenzang en zijn activiteiten in het verenigingsleven achter zich. Sinds hij was beginnen toneelschrijven, gemengd toneel dan nog, was er argwaan ontstaan bij een aantal dorpsbewoners. In zijn werk werden immers Zultse figuren opgevoerd en bepaalde toestanden aangeklaagd. Zijn werk had, omdat het zo uitbundig natuurlijk was, sommige brave mensen opgeschrikt. Bovendien bekritiseerde zijn familie de volkse Vlaamse inhoud van zijn toneelwerk. En voor zijn vertrek uit Zulten waren er ook al problemen met echtgenote Elisa wegens haar drankprobleem. In Gent pende hij twee eenacters neer: Zomeravond en De Wonderbare Clown. Enkele jaren nadien verhuisde hij naar Brussel. Daar kwam zijn modern palast tot leven. In die jaren werden veel chique hotels en appartementen gebouwd. Martens had gezien hoe nieuwe rijken na de oorlogen het platteland verlieten en zich in de steden vestigden.
Frans wilden spreken en modern wilden doen. In Brussel schreef hij ook Paradijsvogels, zonder dat het grote ophef maakte. Ik heb Gaston Martens leren kennen in de, het liefhebberstoneel op Zingerijs Westrem, wat nu de Loofblomme heet, maar dat heette toen Kunstveredeld, mooie naam. En mijn broers, want ik ben de jongste van een hoop broers, speelden daar allemaal en ik ben daar ook gaan meespelen. En daar heb ik de eerste stukken, kennis gemaakt met de eerste stukken van Gaston Martens. Dat was natuurlijk Paradijs. Nee. Dat was Hemelvaart heen en terug. Want dat was, ze mochten niet gemengd spelen. En ze hebben Paradijsvogels moeten bewerken. En ze hebben dan een andere naam gegeven, Hemelvaart heen en terug. Maar bon, dat was van Gaston Martens. In de KVS was de bezetting Bolle, Sriel van Gent en Rietje, dat was Nan Buil. Turke en Goelke, dat was Chris Lomme en ik, heel jong en pril. Ja, wie stond er dan nog in het hele KVS-gezelschap, vermoed ik. Dan zijn we bij de echte Martens aanbeland. Dat is de volkse Martens, maar met ook kunstgrepen, zoals typisch voor de interbellum-stijl is het paneelvormige van de Paradijsvogels. Een eerste bedrijf en een laatste bedrijf en daartussen twee fantasieluiken. Dat was niet gebruikelijk, want men kon het stuk dus niet meer rangschikken onder realistisch toneel. Dat ook iets van een fantasie. In 1931 was hij het stadsleven beu en kwam er een einde aan zijn relatie. Vrouw Elisa keerde terug naar het ouderlijke huis in Sinaï, maar is nooit officieel van hem gescheiden. Gaston en zijn kinderen trokken naar Deurle om er zich op het kasteel Ter Leyen te vestigen, dat eigendom was van zijn oom notaris Pieter Hendrik Martens. Daar woonden ze aan de boorden van de Leyen. Hij schreef er De Kerk van Sint-Eloy, een stuk dat hij later omvormde tot het meer bekende Dorp der Mirakelen. Ook De Kerk van Sint-Eloy is gebaseerd op een echte gebeurtenis op de wijk Nieuwenhoven te Waregem. De rijke boeren daar woonden op een uur van de kerk en besloten op zekere dag zelf een kerk te bouwen. En iedereen van de wijk, die werd er dan mee. En als er gewoon was, de geestelijkheid, en kwamen ze niet inwijden. En wat deden ze? Ze gingen niet meer naar de gemeentekerken. Ze gingen de messen horen in Alder, nieuwe kerken, zonder priester. En als we, wie is de geestelijkheid en verplicht is om ze te zijn, van die kerken in te wijden? Nee. Dat is een knap gebouwd stuk, maar ook een psychologisch uitgediept stuk. En met vele Martens-ingrediënten, volks, humor, maar ook een beetje tragiek. En psychologie, Pierre de Smit evolueert van een koppengaard die aan de ijzer heeft gezeten. En van wie zou hij nog bang zijn? Van niemand. Vanuit die koppigheid wil hij een kerk bouwen in een gehucht van een dorp dat voortdurend overstroomd wordt. Maar bij het bouwen van de kerk en naar het zoeken van een oplossing, wat moet er met die kerk gebeuren? Gaat ze ingewijd worden of niet? Die spanning blijft voortdurend aanwezig. Evolueert hij van een koppengaard naar een fanaat, een godsdienstfanaat, die op het laatste bijna gek wordt. En die in die gekheid van geest ook een echt mirakel ziet. En dat is toch wel knap gebouwd hoor. Het kerkje is ondertussen weer afgebroken en vlakbij werd in 1973 een grotere gebouwd. Een
onrustig op zoek naar een ideale woonplaats en ook door de hernieuwde oorlogsdreiging vertrok Gaston Martens in 1937 naar het zuiden van Frankrijk, waar hij in Mandelieu, nabij Cannes, voor zijn zoon Ernest het domein Château de la Tour aankocht en een perzikplantage begon. Daar schreef hij geen nieuwe toneelstukken. Wel werkte hij aan de vertaling van zijn beste werken. Zo kwam er van Paradijsvogels een Franse versie. Tijdens de oorlog werden zijn fruitbomen aangetast door schildluis. Er kwam een delegatie van het ministerie van Landbouw op bezoek. Zij namen zijn Légueux au paradis mee naar Parijs, waar het aanvaard werd door de directeur van het Théâtre des Champs-Élysées. Het stuk sloeg in als een bom. Maandenlang werden de 200 plaatsen van de Studio des Champs-Élysées 2 weken op voorhand gereserveerd. De troepen verhuisden naar de Comédie des Champs-Élysées, 4 keer zo groot en bleef volle zalen trekken. Ten slotte ging het stuk naar de Porte Saint-Martin en vervolgens naar het nog groter en populairder Théâtre de l'Ambigu, dat nu niet meer bestaat. En het succes verminderde niet. Ongetwijfeld het spektakel met de grootste recette in die tijd in Parijs. Daarna werd Légueux au paradis verfilmd, met Fernandel en Rému in de hoofdrollen. Je suis comme qui dirait la tête de la police. La tête de la police? Tu ne trouves pas que la tête de la police a une drôle de figure? Vous dites? Comment? Nicolas? Comment Nicolas, vous étiez sorti? Oh, vous! Vanaf 1951 beleefde Le Village des Miracles een bijna even groot succes. Er volgden opvoeringen in 34 landen en van dan af werden zijn stukken ook in ons land kassuccessen. In 1945 kreeg Gaston echter heimwee naar Vlaanderen en keerde terug, want Vlaanderens luchten zijn meestal duister en zwart en toch is dat Vlaanderen het land van mijn hart. In 1951 liet Gaston zijn villa Klaverke 4 bouwen in de Pontstraat in Deurle. Daar bleef hij zijn verdere leven wonen. Ook daar werden er nog steeds veel kunstenaars gastvrij ontvangen. Als ik persoonlijk kennis met hem gemaakt heb, toen woonde hij in Deurle. Ja, toen had hij misschien geen zorgen meer. Maar hij zag niet goed meer. Ik herinner me nog, hij woonde daar in een gevaarlijke bocht in Deurle. En hoewel de straat niet breed was, zoefden de auto's er nogal door. En hij zei, ja, het enige wat ik nog zie is een camion en een schoon vrouwke. Dat was Gaston Martens. En dan hebben we daar, mijn vrouw en ik, een hele namiddag bij hem doorgebracht. Want we waren op wandel in Latem en Deurle. En ik zei, kijk, hier woont Gaston Martens. En ik ben gaan aanbellen. En ik was zeer wel gekomen. Maar hij kende mij toch wel, hoor. En dan zijn we daar blijven hangen. En dan heb ik Bolle Verbuik leren kennen, het beeld, hè? Het beruchte of beroemde beeld.
Gaston bleef in zijn oude dag verder werken en schreef onder meer De Clowns Triomferen, Het Congres der Kosters en De Blijde Begravingen van Klakke Verdoest, die alle door de Vlaamse televisie werden uitgezonden. Naar aanleiding van 100 jaar Firtelstoet te Zulte in 1957 schreef Gaston Martens het volgende. Het is Zultes plicht de faam van zijn Firtel op deze blijde dag hoog te houden. Dat moet en dat zal. Als derfst daar is vol geheimnis en blaren dwarrelend vallen, dan komt Zulte in rep en roer. Men hoort klaroenen schallen. De Firtel komt daar aangetreden, een Firtel bont en kleurig, met jongens, meisjes, gent en fleurig. Zulte hoezee. Toont dat de geest van Tijl Uilenspiegel en van Breugel voort in u leeft. In 1962 werd hij benoemd tot ereburger van Zulte wegens zijn literair werk waarin hij de ziel van ons volk deed herleven. In zijn dankwoord zei Gaston: een kunstenaar kan maar groot zijn als hij zijn grond en zijn volk niet verloochent. Zijn laatste levensjaren werden versomberd door een oogkwaal die uiteindelijk tot volledige blindheid leidde. Toch bleef hij steeds optimist. Een heupbeenbreuk, ten gevolge van een ongelukkig geval, werd hem fataal. Gaston Martens overleed op 84-jarige leeftijd op 10 mei 1967 in het ziekenhuis van Deinze. De uitvaart vond plaats in het kerkje van Deurle, in aanwezigheid van een schare vrienden en kunstenaars en ook een aantal Zultenaars. Tijdens zijn homilie sprak de pastoor: hij heeft anderen de vreugde van het leven meegegeven. Ik vraag u het heilig misoffer mee te vieren voor en met onze overleden kunstenaar, opdat hij en wij allen eenmaal echte paradijsvogels mogen worden. Twee jaar na zijn overlijden had in Zulte een herinneringstentoonstelling plaats en in 1972 werd een gedenkplaat onthuld aan het gemeentehuis. De stukken van Martens hebben ooit grote successen gekend in ons land. Als de grote theaters in Gent, Antwerpen of Brussel er financieel minder goed voor stonden, grepen ze steeds terug naar Paradijsvogels of Het Dorp der Mirakelen. Toen men vanaf december 1972 in het NTG Paradijsvogels op het programma plaatste, werd het een ware bestorming. Gewoon een directeur riep mij op een dag en hij zei: kijk, we zitten in financiële moeilijkheden, de stad doet moeilijk. Die willen dus subsidie naar beneden halen en ik ga hier, ik geloof, een vijftal mensen moeten ontslaan. Ik weet niet meer, acteurs of mensen van de techniek. Kun je geen stuk doen waar de kassa zal bij rinkelen? En ik zei: ja, al bij Paradijsvogels. Hè? Oei, Paradijsvogels, dat was niet goed aangeschreven, dat was zo een beetje te gewoon. Toen, en ook onder de acteurs, maar ze kenden Gaston Martens niet, ze kenden het werk niet van Gaston Martens. Ik zei: bon, directeur, om geen discussies te hebben in het gezelschap, laat ons afspreken, ik maak een rolverdeling dat iedereen erin staat. En we hebben dat zo gedaan.
Maar die voorzichtigheid ten opzichte van Gaston Martens en ten opzichte van het stuk. En allee, ja, dat was rap weg hoor. Want dat is een succes geweest. Dat was een euforie, een vrolijke tijd in het gezelschap, in het gebouw, bij het publiek. Dat was heerlijk, die periode. Ik wou van die voorstelling iets speciaal maken. Misschien een beetje geprikkeld, omdat ik voelde dat er zo'n beetje in bepaalde milieus tegenwerking was. Hè. Ik dacht, ik moet hier een spektakel van maken, een goede regie die inslaat bij de mensen. En toen kwam ik op het idee om daar een volkszanger bij te betrekken, zijnde Walter de Buk, die dan veel liedjes heeft geschreven. En dan hebben we al de personages die met de hel te maken hadden, moesten naar beneden met liften. En al de hemelse personages, of die naar de hemel mochten gaan, die werden opgetrokken naar het center van het NTG. Maar dat center was toen nog niet modern gemaakt, dat was dan nog levensgevaarlijk. En er moest voor de acteurs een speciale verzekering worden afgesloten. Er moesten daar planken in ingelegd worden. De acteurs hadden onder hun kostuum allemaal een veiligheidsgordel aan, want anders mocht dat niet. We moesten vastgeklikt worden en dan naar beneden Sint-Pieter, de engel Gabriel en noem maar op. Ja, dat was wel een spektakel. Maar kom, ik heb een goede herinnering aan die voorstelling. En ik geloof veel mensen van het publiek ook nog altijd. In 1980 en de daaropvolgende jaren was de figuur van Gaston Martens in de actualiteit door het populaire tv-feuilleton De Paradijsvogels. Er kwamen 38 afleveringen met in de hoofdrollen Jeff Burm, Anton Peters, Wart de Ravet en Werther van der Sarren. Op een bepaald moment dat ik zelf in het theater getreden ben en in Brussel feitelijk in de KVS gevraagd werd om daar in het stuk De Paradijsvogels, dat daar op de scène gebracht werd in de regie van Anton Peters. Het resultaat was dat ze dan zeiden, we gaan er een reeks van maken voor televisie. Gaston Martens is per slot van rekening de Vlaamse auteur die veel stukken geschreven heeft. Hè. Rond Martens is dat dan ook gegroeid, niet alleen tot De Paradijsvogels, maar tot het volledige werk van Gaston Martens die daarin terechtgekomen is. Dat was dus mijn opdracht om dat allemaal samen te krijgen. Dat was leuk werken. Ja. En ondertussen, ja, als een personage er is, hè, dan krijgt hij een eigen taal en dan weet je zomaar... Zo gaat hij spreken en dan moet je daar niks verder meer gaan bij zoeken. Hè. En soms heb je dan ook een ontdekking. Wij ontdekten het volkse vermogen van Werther van der Sarre. Maar gaandeweg werd die rol belangrijker en belangrijker. Ook het feit dat ik de enige was die het dialect kon. Dan werd ik ook gevraagd van een beetje les te geven in het Oost-Vlaams. Dus het puzzelwerk lag hem gewoon, laat alles samenkomen. En daarna gaan de personages zijn eigen leven leiden. Hè? Dat was meteen raak. Ja, dat viel in de smaak van het publiek. In 1983, 100 jaar na zijn geboorte, werd Zultus' grootste paradijsvogel uitbundig gevierd. Tijdens de Gaston Martens feestweek stond het dorp volledig op zijn kop. Een tentoonstelling, de opening van het Gaston Martenspad en de onthulling van een gedenkplaat aan Villa Vogelenzang. Tijdens het hoogtepunt van de feesten viel er van alles te beleven in sfeer anno 1920. En vele Zultenaars liepen verkleed rond als schooier, kwezel, koster of burgemeester. Het Gaston Martensjaar werd afgesloten met de opvoering van Paradijsvogels in zaal Rembrandt, die van dan af in Gaston Martenszaal werd omgedoopt.
Sinds eind 1970 behoren de stukken van Martens niet meer tot het repertorium van zowel KVS, KNS of NTG. Wanneer we echter terugblikken naar de periode 1945-75, dan stellen we vast dat Gaston Martens in onze officiële theaters de meest gespeelde Vlaamse toneelauteur was. In ieder geval zal Zulte zijn paradijsvogel nooit vergeten.